Kulturu TV en zoals aangekondigd dat ubotak nanga kapitein fu apura kapitein Jong, kapitein, voor zo'n beetje een gesprek van je vier in de ADDC. Wel, samen met ze, met Baralas Mama Schwitte Odi in de neem van Biggie Wang. En met vier vaarlijk Schwitte, te vooral te misschien tak jongen, dat is een project voor hun ego in de fase. En we streven met moeite en tijden nog een vaarlijk Schwitte tegen me toe. En nog wel eens met conchie toe, dat misschien tak aan iedereen aan boem roken toe, isabi. En ja, dus... Ik ben veel vaarlijk schieten in de DC. Oké, te je bent moestegi was, maar je gooi naar foto of een toerist kong, dat je bent een toerist actie, je tak, sana apura, sa je bent tegi een toerist dati? Wel, apura betekent dat je luko furu maes IRF apura. Maar apura nou een toerist gebied toe. Ja, sabi, en maar dan bepaalde sanimus man kon set precies, fukang set bepaalde toerist maina precies jaso. En dat we schietaki dan... Apura nou hal barak precies gine omdat libade isabi en bepaalde dieren je kan schieten dat passie en zo zat die dus dat de echt hal barak gine smatak des jere fu apura isabi en nageren fu gaya natu dus nog wel eens misschien tak sma altijd de angli fu kona apura en omdat kijk wat zijn hier en asan schuiti gevaarlijk met vier gevaarlijk schuiti agerslek probleem fu foto brief me mi deja se agerslek gewoon een soort vrijheid kon is dat toch? Maar te beluka ontwikkeling voor apura misschien tak kapi de bisa na ngawa broki jaso en mire tak na eigenlijk kapi na ede mangsangi onset is dat bij fadis kontot stand? Jawel dan lek fai sabi aling weer is dat van natuur de en aling kon awa watra kon wasa broki dus eigenlijk abe de precies na apa sih. Maar dan valt het door een beroep naar mij te kapitein, de koers, baradi en wat probleem ja zo. En werkelijk, ik kon lukken, maar ik zie werkelijk wat probleem deed ja. En de man schreef met contact naar DC en zo toe. Maar dan, ik schreef de kapitein, ik dacht nee, want ik kwam stappen voor begin doen toe. En dan, ik schreef de kapitein, nee, ik kwam stappen voor doen bepaalde zaken. Dan dadelijk, ik heb het ook, ja, kapitein is doen, kapitein is doen, niks, isabi. Dus dat misref uit misref ik toe, want misref nou een recommando en mijn loops doen ze mij altijd want doen ze niet en die spenden mij drink dat altijd mij want doen ze niet mijn presie toe en misschien dat als ze si, nou een halbarek zijn en you know, en we teken stap naar de brothers ref je alle de trio brothers en zo de voor ondersteunen als zaak en zo en dan zou moest ja dat zou moest zitten dan we zitten ja Kepi, kapitein de Jong sorry kapitein Jong. Hoe gaat het met de ontwikkeling van Apura? Te weten over de ontwikkeling van Apura, Srevi? Wel, voorlopig nog even, voor het eerlijk. Dit is na, je kan het is na 60 minuten de middelen kapitein. En een beëdiging moest vinden plaats toe, want ik nu zo'n minuut en niks over een beëdiging, maar misrevi om ik mooi te doen voor actie de instantie. Vaas aan dat de eigenlijk, want eigenlijk als het keer middelen kapitein, dat je bepaalde zaken niet meer doet het, isabi, maar u kan doen wel, u kan doen aan toe zijn wel, maar dat is ontwikkeling gebied nou nog de jaso. Uno lek bewoners in de presie jaso, asan aswaki aswaki. Omdat werkgelegenheid, dat is een probleem die uno jaso. En isabi, abigialen sabe fadong, sma sabe kot bigi grong en zo, ades mabe kwa lasi en zo, dus dat bijna dek den absin voor pran moro, want dat alleen fadong. Dan ya kis problem ma me bedul tak ki we must man do an burup no tak de bedrijven sa de jaso kan ki no anu berfet fu mek hote kanal en so isabi tak nes ma kan ki swan bun prani presi da mi denk tak ki nanga dati plus bepale sa mos seti ete da mi denk tak nanga dati dan u kan shita ko begin na kwan stapa fu a ontwikkeling mos ga fesi ma so an fasi ti moy legi ono isabi mar isabi die situatie aan moest komen en natuurlijk aan het tek was snelheid direct. Maar rustig en mijn abafiri taki ontwikkeling ook naar Apura. Ja. En zei de kapitein Jong, denk ik dat de bedrijf in het omliggende gebied, sabi de manier tek de manier roko jaso, na ascoro of sana a probleem serifi? Dus eigenlijk heb je een probleem voor de man samen scheren. Dus de man nou een paai de man voor die zee, een boon salaris van moe. En de man is hier, ja, abuansanetak, ja, apura malesi. Isabi?
Maar mia sha san sotaki. De ma e payu hoon wan simoni. Des ma saik motof doro se i trakondre. De ma kan ja suna omen de ma yo anfang. Ma wilek dor pumang sa abden san beitu. Isabi de ma e payu no wan simoni. De pay den boy wan simoni. En ala kontakte amun tapu doro. Da mane kiste moni direk. Na te bakan wan munga afu of tumung dan pas. En te de ma kiste slip dan diskoti dat koti diskoti te de boy lukuna wan simoni de ma tamakana. Des. If so one fast, then why you think that they might have one spirit selfie for kangaroo code up? Klap helemaal. Nee, duidelijk. Terwijl ik op Chimora vara, kapitein. Eigenlijk, u bent nog niet beëdigd, dus dat nou was aan Nangasa Jumus Fiti. Vaf a jeugd. A jeugd ontwikkeling, die want u zie veel je score de, want technische school en bouwkong. Nou, een technische school of nou een vakschool? Ja, dus eigenlijk, je kan tak nou een vakschool de mij bouwen. Ja, pe. Je kan leren wat zijn voor koning in de maatschappij later, is dat ook. En nou een sprintspaar is dat pe. Nou een boom voordeel in de jeugd toe, is dat ook. Want die jongen je kan leren voeren. Ja, en de score is dat juist ook op veel je score juist zoals refi. Nou een mooi push in de jeugd, want fossie. De vanaf eerste milo dan. Je ouders moest met moeite voor zijn jongen Nikeri, zijn jongen Paramaribo. En je sabi en een soort vermoeiend dat hij. Ik heb een misrefi op Chin Saigo na Scoro na Paramaribo. Misrefi ben Lukente mi bemoro. Ik ben Lukas aan Huntak. Nou, een Hunsani. Maar die misrefi doorot op een dape. Dan is het werkelijk. En nou, een Hunsani. Nou, een boom hebi sani. En you like ouders. Kan die nog een boom band. You like ouders is stress. Maar kan dit man is sheng. Maar you sub say up safukan. Je eigenlijk je sloop je schrijf uit voor mek je ching. Kan goed trouwen zijn niet dat dus dat nee. Maar oké, voor jou deja, u jere maar vak school lekong. Isabi, pedes maar kan goed vallen maar vak technische school, bedoel technische school. Maar voor wat a drop out is de bakadati of a makkelijk tak de pchinge go na score nikeri en dergelijke. Dus eigenlijk, sami kies voor staan na bepaalde ching zijn slag bijvoorbeeld die want tras score dan ano manja zo toe want lekker boef me. Ama bewan kong fu afdeling fu jamate ama luku no afdeling fu ama no de jaso in assistin. De stok wel bepaalde timus stok gua Paramaribo of Nikiri. Ja, maar de mane drop out, de mane tan gewoon go verder na scoro in a foto. Ja, je sabi atori dis na want of tori omdat bepaalde boy e ga scoro. En if you ouders no man subsidiary you, no one problem omdat if you sitak, you know man making. Dat is het kan de waarroko de dape, dat is het kan waarroko dat. Door dape de boy is slaaf, dat de boy is gwefugo roko. Dus enkelijk, we no man neem de boy kwalijk. Omdat nou, if a mogelijkheid, de boy no abin aan een faciliteit, no abin outragi de man. Dus a bepaalde boy hori, maar bepaalde man no ma hori de man gwe. Papa vervoer ja zo, kapitein Young, vervoer go na foto, boto, de soort sandati. Is het betaalbaar? Wel, de massa in Londen bus jaso. De manati luku fugo fujago na Paramaribo na onkoste heitu. En a pasi ano a gemakkelijk pasi. Dus de manati abden tarif sa de mai aksi ma oké okay, ai in barika a kondres ref heitu. En boto fugo an nikiri redelijk a boto a wan boto de ma karbigi bravo. Aboto dat strefel lo maluta jaso tu madang de manki swanchin pack na de machine so ma her binakot de ma oseten kong en aboto dat tok ikaho amai dat de tok ho chire ikane na ga uno ya 300 SRD ya pai per person ya 300 SRD en ari delek en bakawang kotak wang tu kotak 3 euro dai da osok ba ya okay mar de traboto do wel tu mar Tiyo ko na nga resot bigi po to dat. Dat po tiyo kan tak. Tiyo bay fura siya. And isa nga dati da yukan. Da yukan charin ko na nga po to dat. Ikan taywa ama ka isribi mante idoro dang. Ido isan. Doi dala katal, kapitein. Kapitein, ik heb nog een vraag. Sot ontwikkeling yubewansi graag in Apura? Well, for me sere, for tayo eerlijk, a werkgelegenheid dat mi wang kreeg na Apura jaso. Gi de young one and gi den pa sana broko ena oso
En plus gideng ouroans refi uon creëer roko gideng smarti. Dat betekent dat je ting ek kon lek famita ki uan du ala sa ina fasi fa amus go isabi baka ida keng da uan tak na ala den bedrijf en so fu kan tek den boy en dins. En plus we sref ab gemeenschap bos tu isabi we mek roko feng u kan kot material isabi dor dati u kan du bung furusani isabi des dat nadeng en de urusman ka stimulere na ngacim prani kweki isabi en opo ala den landbou gromba ka pedes maka prani en luku fa ka seta afset gi den tak seri kan seri dang des maka du den sani. En mino kan kon jada mino tak about a grondrechte vraagstuk. Want dat na hot topic in a foto en geheel in Sranang. En u tak, ja, asane bige kiswaan startje. Want korem schreef negi in a DNA tak de mama behandel a wet dat die. Unu schreef a problema na nga a grondrechte vraagstuk jaso? Ja, natuurlijk unu schreef i asante moeilijk unu jaso. Want je ziet dat ki a grondrechte nou echt belangrijk sa negi unu lek inheemse. En sinds midden van morochim boys refi meera san grondrecht isabi en temi informeer sana grondrecht dat misitak na wa ek belangrijk pisigi uno jaso omdat isabi bepaalde sa yo no mantre op omdat papira itaki dise taki date taki en yashitak werkelijk eigenlijk ano mak deso isabi en misitaki ek grondrecht misefe duamburup tu na lanti mek de mankang giwi wi grondrek wina engis ma uno de nga bruya bre uno de nga jugo jugo ne suktrobi isabi tak morobung de mangi uno grondrek en mi denk taki tasan fenda plas da pedang da de ka shiching on to kelfu a in him so no want like fa de man tak giwi de tabaka en mi denk tak atinge doro no pe wi lek in him so mos maki sakan fu kan du sa umus do want if tra pranasi kan dueng sandu uno lek ingi wantang asrif anu nga asrif futu nga asrif ede yo abi isabi en if the man can do in the sand uno des mi fentak a kans mus kongia in him so no en me ku fena grondereg ja en ina gebied ja so bedrijf of multinational concessie gu uit ook to pe u begwen go fisi yagi sabi onti tak de presida tu na mangomoro ja wel ja wel dus bepaalde pc de man gifwe kwan tu presida so en atori no shwiti sabi to san bepaalde presi pewe gota pasi pewe stop kandis sin faya yu wasi ifo bepal de kriki deman beset en so isabi wan presilek tewe gona sani matapi dape udus gona watrasi dape kande wap udufu lai dape of wan saka wan boto dape en mefene so frame taki no de wilek apura mateu go dape no da wiste fafu pai dape fu saka wan boto da mefene tak asanati anuan nanuan bun sani. En te ade sofara lek fami etak lek kapten jaso te ade sofara da wi o rup ala de ma op omdat a pasi dat men de wan bestandak pasik ba MFN taki luku fara wi kong ina Benaland da ete de mai kong baka uno dan mawa kong basu no tap wi habi jaso mi fentak luku brada uno lek ingi wi tak ok ade sofara akba magi uno akali hanait pe wan sakawan boto of wan lai wan chimpal of numar wat isabi des giuna khali khane da wina no a problema if na so wan fasi dan altet ye shitak na rustak rustak problem o bigi on stand isabi tok des dat na eng on that laste vraag captain wat altet te metak laste vraag map it want to boxis hoe is fa samenwerking di nga DC well for tell you eerlijk here a samenwerking fu mi nga DC wat is eerlijk voor mij dat je mijn mama mijn oom lele isabi de metak met ori clean fasande asan ne go ina fasiere want means mi proberi ala sot fasita kyo me so lobby mi wa so tak asama working kandema ano man me folo ken ja ik heb dat ook vernomen want volgens mij kon ayu mi go na kapitein fu section en asem geluid meere ook to dus en zei de you think a asama working go chin stroef dus eigenlijk temi luka san werkelijk her asan ka sami shida pe asan na her politik san e khabar isabi om dat asmanat na fu fei hape e you kan tak a captain di siara man sab tak mina fu abob isabi tak mama ma bodol tak i we in one reher mag no na ten ko we join together fu kan on to ekala khabit fu no ko no look the side ko we can join together and begin look so we can do gi a gemeenskap
na West-Suriname ja zo tak na minanga je moest de skin te weten doen aan maar if you net tell me dat is aan moeilijk soma fasit ook ja ja nee daar tal kapitein abe de man waardering gimi fu be man mit a kapitein is abi fu section maar ook te fu apura if you be apa boskopu gidens ma na foto de edemang dat you abagelegen heet nu de voedwing. Oké, okay, well, voor mij zei mijn wambar aan de regering dat ik de man moet zien zomaar aan de dag hier nog zo. Omdat we hebben je pifan nodig, isabi. En na een grond direct toe, luk wan fasi, fafu kan je pono zo snel mogelijk na een grond direct. Dan ik denk dat ik ook in hem sedang, ook kan gue wan stappen naar visse moro. En met baralas ma na paramaribo. Uno spai, isifa asane gotide, maya, gadusab alasani. Kohori onafus pantak disnobung of datnobung umusab taki a Bible safe skrifi taki sa ukom muilek ina grontapu des no no des almost do sami kambu mundak sma uhon nagado en sada suhon nagado dami deng tak next no muilek una we doro pe we mos doro 100% uhon nagado met die woorden gaan we het hier afsluiten waar we gesprek hadden met kapitein Young en amangunuma uiteenzetting voor Apura de ontwikkeling samusko in Apura en met name de aandacht moet komen voor Apura te ego about ontwikkeling werkgelegenheid etc. maar ook nog een goede samenwerking tussen de DC's en de kapitein voor Agabit Jaso. En zoals u ziet, dan zijn de mensen gewoon hier zo ja, zelf aan het koken en dergelijke. We zien een mevrouw hier zo, we gaan er ook even spreken. Goedendag mevrouw, ik heb vernomen, u bent de Basha voor Jaso. Heb ik het goed? Ik ben Anuska van den Burg, ik ben Basha van Apura. Oké. Okay. Ja. En als Basha van Apura, wanneer ik zou zeggen, wat zijn de problemen van Apura? Wat zou je... Wat zou de drie eerste punten zijn? Drie eerste punten van mij is meer zorg naar de gezinnen toe van de inheemse aan deze kant. De jongeren, en met de jongeren bedoel ik ook de schoolgaande om meer, je kan zeggen, ontwikkeling te brengen in dit gebied. Want we moeten nu naar hun kijken, zodat zij later hun dingen kunnen doen, ook in het gebied hier zo. Ja, ja, we moeten meer naar de jongeren kijken. En als tweede punt? Als tweede punt wil ik vragen de regering vragen om ons niet te belemmeren in hetgeen wat doen. Want onze grondrechten aan vraagstuk, het wordt nog steeds niet, je kan zeggen, behandeld voor ons. En we krijgen moeilijkheden ermee. Want kijk, laatst zijn er 10 Mexicanen gekomen. Die kon naar een helikopter, naar een plane, alles wat staan, die kon ja in een gebied. En ik bedoel, van, zij die zin dus maken in een gebied. Ze weten dat ik naar een gebied. En dat hebben we ook begrepen, van dat ik naar een regering zin die komen in een gebied. Totdat ze dan gaan bezetten vanaf kilometer 10 naar kilometer 28. Naar een gebied, dus maar moest naar een fossief ook actie. Ja. Ja. En ik hoor Mexicanen kon in een gebied. Is het dat ze dan iets zullen opzetten of een bedrijf of something like that? Ik weet nog niet. Ik weet even nog niet precies hoe het zit, maar ik heb begrepen dat ze willen doen aan groot landbouw daar in het gebied. Ja, groot landbouw. Hoe of wat weten we nog niet. Dus dat, het is nog een beetje een vraagteken voor ons. Wat is het eigenlijk? Want ze willen komen met 52 gezinnen en hun eigen ding is daar zo. Hele dorp. Is een hele dorp willen ze daar zitten. Maar van jou kan je een dorp kunnen in een dorp bakken. Aan de kant hoor. Het kan niet. Dus wat is het eigenlijk? Mijn regering kon tegen ons zijn aan eigenlijk voeden toe. Je denkt, gevoel. Heb je het gevoel dat de maniteer een traditioneel gezag? We krijgen dat gevoel wel, ja. We krijgen dat gevoel wel. Want ik ben nu bezig, eerlijk gezegd, ik ben nu bezig met een fits. Project, een FITS onderzoek, dat noemen ze de GIS project. En ik heb van, je kan zeggen, San Landin bij de trio's hier die bij ons nu gevestigd zijn. Ze zijn mensen van ons, we kunnen kanteren van dat aan een vreemde ding. Dat is maar goed, voor ons naar het broeder, en dat is maar kind toe. En ik ben daar zo geweest, ik ben een paar, je kan zeggen, met een paar gezinnen gaan interviewen. En ik heb daar ontdekt dat, je kan zeggen, oké, okay, ik noem gewoon een getal, van de 100 kinderen die daar zijn, maar 5 naar school gaan. Temi aks den pikino, temi aks de ouders, maar sana a reden dat de tegen me van ja, we aksen uno van nek basha de u kan ondersteun uno in a project disi voor uno, want we aksen a regerif den oka jeep uno na nga san ik jaso. Het is hard voor ons, if we den oka send one chin pakket gi uno of so and so. Want de pikin, un bena efen yangi de pikin fu senden go na skoro, uno abamoni dati. Den moet den a oso, zelf de kleuterklas gaan ze niet.
Dat heb ik ook opgemerkt, ja. Ja, zelfs de kleuterklas gaan ze niet. En kijk, door dit ding hier zo ook, heb ik ook opgemerkt dat bepaalde niet naar school gingen door die brug hier zo. Ja. Want het is een afstand om te lopen naar hier voor hun in de ochtenduren, vooral met kleintjes. Ja. Het was een gevaar hier. Duidelijk. Ik ben ook langs bepaalde winkels geweest en ik zie dat de prijzen tot 2 tot 3 maal hoger is. Is er prijscontrole hier? Komt de overheid naar hier om te kijken? Want kijk, sowieso weten we dat... Tapsiden zijn die riptjes, toch? Maar is dit overbodig? Eerlijk gezegd, ik ben zelf ook bezig met een kleine bakkerij hier zo. En als je soms moet kijken naar de prijzen van die keer, die vergelijken wanneer we naar deze kant ook moeten brengen. Want je gaat taxi moeten betalen, je moet showers betalen. Ja, en het is een hele onkosten om het naar te brengen van hier. Ik denk dat de overheid wat voor ons moet doen. Oké, ze hebben een foodbasket hier gezet. En als je goed kijkt, is het maar misschien een 3 SID verschil nu van de prijzen van de winkels. Als je goed kijkt van die dingen, als de prijzen van foodbasket en vergeleken met de winkels. Kan je zeggen dat foodbasket een concurrentie is voor jullie als kleine ondernemers? Je kan wel zeggen van ja, maar in een andere week kan je ook zeggen van het is ook een kleine hulp geweest ook, ja. Maar verder is het ook niks, want daar liggen toch liggen. Is er ook niks. Ja. Oké, laatste roep naar de regering toe. Wat zou dat zijn? De laatste roep naar de regering toe zou ik vragen van ik deze toe grondrechten kon gioen. Ik denk dat ze toestaan. En laten ze ook een beetje naar ons hier kijken in dit gebied hier zo. En als Basja zijnde wil ik ook vragen aan de regering van ik de chatjes zo moren ontwikkelen kon in jeugd. Ja, zo in haar gebied. Ik denk dat de vrouwtjes zo toe. De vrouwen en de kinderen, ja, zo voor die zee. We hebben het ook hard. Ja, we hebben het ook hard. Nee, duidelijk. En we hebben gesproken. Kunt u uw naam even weer herhalen? Basja? Basja Anouska van den Burg. Anouska van den Burg hebben we ook hier gehad. En wel bespraakt, weet je toch? En ze weet eigenlijk zoveel omtrent wat er hier gaande is in het gebied. En we hopen dat ik na een interview die zie, boskopu met de man. Zodat de man Shisa Ipsa. Want alleen door op locatie te komen en te praten met de mensen die daar wonen, ga je de problemen eigenlijk herkennen of eigenlijk signaleren. Als we dat op beeld hebben gebracht, dat je ziet dat de man een roko man. Ja, toch? De man een roko, de man een sitting, de man een sit agabie, de man een sit adorpukong. En we hopen dat de regering hier aandacht geeft. En ja, de man kon naar bepaalde middelen zodat de ontwikkeling kan komen in Apura. Alston Sanayong is signing out vanuit Apura. Dag Holland, ik wil daar komen, Holland. Ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na kulturu teife. Tam sabaka gang, de Canada peuang. Yeah. Hey for it new. Go look up the new culture in Yusu. Paste fastratis respuntu. Unde bonu. Sadef arkina new culture in Yusu. Paste fastratis respuntu. Suriname so un hele clan. Mako depti hele kwan. Weshi alas my sari. Alas my body, my efu bondru guawang. Tak wesre kama masranang. Beno wa soma, no abif kwari. No abif sari, yeah. Baya kriyoul, ya fans of shini. Esha idoul in the stance of enemies. Dambotaki, under